Een tijd geleden heb ik een video gemaakt waarin je kon zien dat ik met dit bestand en een tak met vogeltjes erop vinylstickers had gemaakt voor op de babymeubels. Ik heb toen ook gezegd van er zullen de komende tijd wel meer babyvideo's komen. Maar mijn zwangerschap ging daarna iets anders dan gepland. Dus dat is toen niet meer gelukt. Ik ben nog wel met dingen bezig geweest, dus wellicht dat er de komende weken nog wat dingen kan laten zien. Maar een van de dingen die ik ook heb gemaakt in die tijd nog, zijn de geboortekaartjes. En daar heb ik dit bestand ook voor gebruikt. Die kon ik natuurlijk niet eerder laten zien, want ik moest toch even wachten tot ze geboren was. Maar nu kan ik jullie dat wel laten zien. Nou, ik heb dus opnieuw dat boompje gebruikt met die vogel. En die swirls heb ik niet gebruikt, dus die ga ik eerst even degrupperen. Zodat ik die weer weg kan halen. Zo. En ik zet dat vogeltje eventjes opzij, die groepeer ik dan wel weer even. Dat is wel zo makkelijk. Met het boompje doe ik hetzelfde. Zo. Ik kan het straks weer loshalen, maar ik ga dit uit twee verschillende stukken papier straks doen. En dan is het nu eventjes makkelijk kunnen verplaatsen. Ik heb een kaart gebruikt van 13 bij 13 centimeter. En daar kwam een bruin kaartje op. En vervolgens een wit kaartje waar die boom uitgesneden en getekend werd. En dat witte kaartje, dat was 11 bij 11 centimeter. Zo. Vervolgens kan ik de boom kleiner maken. En even kijken. Nou, die wil ik ongeveer op de helft uit laten komen. Ietsjes meer, dus 55%. En dat doe ik dan ook alvast even voor het vogeltje. Want anders dan past die straks qua maat niet meer. En nu weet ik nog dat het 55% is. Ik heb hem nu verder nog niet nodig, dus blijf hem ernaast houden. Ja, deze past daar nu mooi in. Ga hier even op inzoomen. Wat ik ga doen is ik ga de boom zelf snijden en de rest ga ik tekenen. Dus wat ik nu doe is ik zet hem eventjes op zijn plek, gebruik daar de pijltjestoetsen voor. Ik doe hem even degroeperen. Ik haal heel even die boom weg en dat doe ik met knippen. Dan kan ik namelijk de rest eventjes groeperen. Ik tot degroeperen, dat was niet mijn bedoeling. Groeperen. En als ik dan weer plakken doe, dan komt die boom weer op dezelfde plek terug. Wat ik vervolgens er ook opgetekend wil hebben, is de naam. Nou zit ik nu op een andere computer dan dat ik het echte kaartje gemaakt heb, dus ik heb niet exact het lettertype wat ik gebruikt heb. Ik kan even kijken of ik een soortgelijk lettertype kan vinden. Ja, dit lijkt er wel een beetje op. Als ik nou even uitzoom. Wat ik gedaan heb, omdat ik heel veel kaartjes moest maken, dus ik heb er 4 op een pagina gezet. Dus ik heb deze even gekopieerd. Helaas, omdat 11 centimeter is, passen er net niet meer op. Dus het is 4 per blad geworden. En ik heb dit vervolgens opgeslagen. En dan heb ik bij eentje de instellingen helemaal goed gezet
voor het snijden. En bij eentje voor tekenen. Dus dan zou dit zijn. Als dit voor tekenen is, dan is dit niet snijden. Dus ik heb de naam en al die rondjes en de muzieknoten getekend. Dus nou ja, dat doe je dan bij ze allemaal. Vervolgens kies je als snijinstelling de silhouet sketchpen. En dan heb je hem eigenlijk zover dat je voor het tekenen hem naar de machine kan sturen. Dat is het moment dat ik hem eerst opgeslagen heb. En hem aangepast heb naar het snijbestand. Dus dan doe ik eigenlijk het precies andersom, dus de boom snijden. De tekst en de rondjes niet en de buitenrand snijden. En dat doe je dan weer voor ze allemaal. En ook dit, even kijken, hiervoor neem je de snijinstelling. Ik heb kaartstok gebruikt, dus dan kies je dat als instelling. Ik heb hem wel, omdat dat boompje heel erg gedetailleerd is, heb ik hem langzamer gezet naar 1. Nou, ook dit sla je weer op. Oh, maar dat moet je even doen via opslaan als. Want als je dat namelijk allebei opslaat, kan je ze tegelijkertijd openen. En dan hoef je niet elke keer al die lijnen om te zetten. Dus dat is dan wel zo makkelijk. Dus dan heb je dit bestand open en dan kan je hem snijden. En dan klik je naar het andere bestand als je die ook even openzet om te tekenen. Alleen moet je het andersom doen. Eerst tekenen en dan snijden. Dus dat maakt het makkelijker voor mij om 80 kaartjes te maken waarbij ik niet elke keer om hoefde te zetten wat snijden was en wat tekenen was. Dus dat is een tip die ik jullie hierbij mee wil geven. Als ik de basiskaart af heb, dan moet ik alleen nog het vogeltje maken wat er dan op komt. Dus die gaan we even kopiëren. En in een nieuwe plakken. Ik ga er even op inzoomen, want ik ga er nog een paar aanpassingen aan maken. Voordat ik hem zo ga tekenen en snijden ook. Dus ik ga hem even degroeperen. Dit ga ik weer even groeperen. Het vleugeltje gebruik ik niet, dus die haal ik weg. En wat ik ga doen, ik ga dit eventjes knippen. Dan ga ik het snaveltje even verplaatsen. Ik gebruik nu met pijltjes toetsen voor, omdat het maar een klein beetje hoeft. Dan ga ik dit samensmelten. En vervolgens plak ik de rondjes en het oog er weer in. Zo, de buitenrand ga ik snijden en het oog en die rondjes dat ga ik weer tekenen. Ik kan daar echter heel veel tegelijkertijd doen, dus dat scheelt. Dus ik ga hem nu eerst even instellen wat wel en niet gesneden moet worden en dan kopiëren. Dan hoef ik dat niet per dingetje te doen. Dus ik ga eerst alles tekenen. Dus dan hoef ik de buitenrand zet ik het niet snijden, zodat hij de binnenkant tekent. Dit ga ik allemaal, daar ga ik de pagina vol zetten. Selecteer ik het weer even samen. En
Nou, ik heb nu dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Dus ik krijg 110 vogeltjes. Nou, dat is meer dan genoeg voor mijn 80 kaartjes. Dus met één velletje ben ik hier klaar mee. Dus dat is wel lekker. Dus eerst tekenen en dan moet ik het wel even omwisselen. En dan kan ik het snijden. Toen alle onderdelen gesneden waren, kon ik de kaart in elkaar plakken. En eigenlijk gebruik ik het boompje wat dus uit het witte kaartje is gesneden als negatief. En met dat bruine eronder creëer ik dus wat diepte in de kaart. Dit heb ik allemaal voor de bevalling gedaan. Na de bevalling hoefde ik daardoor alleen nog maar een kaartje aan de binnenkant te plakken met wanneer ze geboren was en hoe zwaar ze was en dergelijke.